Vandaag gaan we weer magneetvissen. Jullie zien het al. We zijn al een beetje begonnen. Er ligt al het een en ander aan ijzer op de kant. Ik ben met Dre en met Pim. Hun zetten zich onder andere in voor Stichting Cultureel Erfgoed Koude Oorlog. Leuke initiatieven, leuke projecten. Ik zal eventjes wat linkjes in de beschrijving zetten wat ze allemaal doen. En ze houden ook pagina's bij over de oorlog, Koude Oorlog, bescherming, bevolking. Dus allemaal leuke dingen. Dan kunnen jullie het later even op je gemakje terugkijken. En ik heb iets heel gaafs bij me vandaag waar ik ontzettend trots op ben. Maar daar zo meteen meer over. Ga lekker kijken. We gaan beginnen. Kijk. Dat heb ik mij laten vertellen net. Ik wist het zelf eerst ook niet. Maar door een oplettende bewoner hier in de buurt. Die vertelde dus dat dit een oud raamgewicht is. Dus aan de hand van een touwsysteem. Kon je hier dan vroeger je raam mee openzetten. Dus toch een hele gave vondst. We gaan snel verder. Nou, we zijn al een tijdje bezig en we hebben al veel buizen eruit gehaald. Maar ik haal nu een oud slot eruit. Prachtig. Ja, zelf denk ik dat die tussen 1900 en 1950 is. Maar het kan ook ouder zijn. Wat denken jullie kijkers? Laat het even weten in de reacties. Ik ben erg benieuwd. Nou kijk, ik haal een kinderportemonneetje eruit. Hello Kitty! Maar zal er nog wat in zitten? Even kijken hoor. Zit er nog wat in? Het voelt alsof er niks in zit. Nee, helemaal leeg. Jammer. Maar wel heel grappig. Hello zeker Kitty. Wel. Super top. Yes! Kijk eens wat Dre vindt joh. Een hele fiets haalt hij eruit. Internationaal hè? Dat is mooi. Mooie versiering met bloemetjes erop. Ja, ja. Ah, prachtig, even een doekje eroverheen en hij kan weer door. Hij doet zo goed als hij kan. Lekker hoor. Nog wel even de bandjes op. Ja. Ja, top man. Op naar meer. Yes. Brommerframe. Maxi. En jij hebt ook nog wat in je handen. Wat dat is weet ik niet, maar dat is een goeie voor het gewicht. Dat is een flens. Een paar blikjes en hier zo. Gewoon een compleet scooterframe met motorblok. 3 man sterk hebben we nodig gehad om het eruit te halen. Ja, dat was een hele strijd. Nou, we gaan afsluiten voor vandaag. We zien eruit als een verzopen kat. Echt hè? Maar we hebben het toch leuk gehad. Zeker. Ja, toch? Kijken of je dan leuk is. En jullie zien het al. Dit is dus waar ik het over had. Mijn grote trots. Ik heb geïnvesteerd in een aanhanger. Ja, vanaf nu. Geen rondslingerende dingen meer, we ruimen alles netjes op. Als jij dit nou aanmoedigt, zulke initiatieven, abonneer dan hard. Laat iedereen abonneren, je familie, collega's, vrienden. En dan kunnen wij de gave dingen blijven doen zoals dit. En goed voor het milieu, dus we zijn nu ook vanaf vandaag duurzaam geworden. Ja. Kijk maar eens eventjes wat er allemaal op ligt. Een scooter. En er ligt nog hieronder een brommerframe, een oude fiets, afgedankte fiets. Ja, allemaal andere stukken buis. Ja. Een kolenkit. En we dachten eerst nog dat dit een geïmproviseerde ontsteker was. Maar dat lijkt het ook wel op. Een pijpbom. Ja, misschien is iemand toch al creatief bezig geweest. Ja, je weet het niet. Dus, die kolenkit vind ik wel de mooiste. Ja, de kolenkit. Ja, kijk, want hier hebben we nog een oude kolenkit. Ja, de gaten zitten er helaas al in. Anders dan hadden we hem nog wel opgeknapt. Nou, dan gaan we afsluiten. En vond jij dit een te gave video? Ja, vergeet dan inderdaad even niet te abonneren. En laat een leuke reactie achter. Dan zien we jullie snel bij een volgende keer. Tot later. Zie je. Ja, daar ben ik nog eventjes. En ik ben er natuurlijk niet zomaar. Het lijkt mij leuk om een doel te stellen. Daar naartoe te werken en dat te behalen. We gaan even de gemaakte kosten van de investering op een rijtje zetten. De montage van de trekhaak, aansluiting van de verlichting, witte kentekenplaat en verloopstekker, €634,50. De aanhanger, het aanhangernet en tasslot, €1663,75. Dat maakt een totaalbedrag van €2298,25. Het is vandaag 13 mei 2021 en ik ga bijhouden wat elke ingeleverde vracht oud ijzer oplevert. Wanneer de dag is aangebroken dat ik de investering heb terugverdiend, dan ga ik dit jullie laten weten en hoe dat is gegaan.
Leuk idee toch? En je kunt me alvast supporten door te abonneren, het belletje aan te zetten. Dat is gratis. Zo word je automatisch op de hoogte gehouden van nieuwe avonturen. Dan dank ik jullie voor nu voor het kijken. En tot snel bij een volgende keer.